Vandaag behandelen we de facepull. Dat doen we hier bij de pulley. Je stelt hem in op ongeveer borsthoogte. En je pakt hem hier vast met een touw. Wat je dan doet, is je pakt hem vast, bovenhands, duimen eromheen. Brengt hem op spanning. Wat je dan gaat doen, is je gaat de facepull naar je face trekken. Je trekt hem naar je toe. Wat dan belangrijk is, dat je ellebogen net iets boven je pols uitkomen. Dus je brengt hem hoger naar je polsen. Ga stevig staan. Trek naar je gezicht toe. Rustig terug. Het is een goede oefening voor de achterkant van de schouders en de trapezius, bovenkant van de rug. Trek de touw dus echt uit elkaar, dat je gezicht ertussen komt. Deze oefening moet je niet te zwaar pakken. Gewoon dat je hem gewoon rustig voelt. Dit was de facepull. Goede oefening voor de achterkant van de schouders en de bovenkant van de rug. Vond je dit een leuke video? Abonneer je dan op ons kanaal. En dan zie ik je bij de volgende video. Succes met trainen!